Welkom bij Root Bovemij. Bovemij helpt de mobiliteitsbranche succesvol ondernemen door consumenten te helpen aan betrouwbare mobiliteit. Niet alleen vanuit de hoofdlocatie in Nijmegen, maar ook vanuit Bunnik, Amsterdam, Assen, Grotebroek en Kaarst in Duitsland. Samen zijn zij Bovemij. In deze miniserie ga ik langs elke locatie. Ga je mee? Vandaag zijn we in het prachtige Grotebroek op de locatie van Emra, de specialist in tweewielenverzekeringen. Hier gaan we Merel Visser ontmoeten. Ik pak het laatste stukje even met de fiets, want dat is wel zo toepasselijk. Ja, het was net even droog buiten, dus ik dacht het is een goed moment om even te fietsen stappen. Nou, inderdaad. Zo, leuk om hier te zijn. Ja, nou, kom verder. Dankjewel, ik neem een stoeltje meteen mee. Ja. Let's go. Kom op. Kijk. Koffie. Lekker stoeltje. Ja, dankje. Zo, zijn we dan. Ja, welkom in Grotebroek. Dankjewel. Hoe is het ermee, Merel? Ja, goed. Ja? Ja, we zijn hier op de prachtige locatie van Enra in Grotebroek, zei je al. Mm-hmm. Wat doen jullie hier precies? Wij zijn specialist in tweewielenverzekeringen. Dus als je een verzekering wilt afsluiten voor een fiets, bromfiets of scootmobiel, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Mm-hmm. En dat kan online via de website of via een van onze 2500 aangesloten rijwielhandelaren. Ja. We behandelen hier ook de diefstaldossiers en de schadedossiers. En dan hebben we nog een afdeling buitendienst. Zij gaan langs bij onze klanten om verzekeringspakketten aan te bieden. Kijk aan, dat is nogal wat. Inderdaad. Hey, en ook collega's in Duitsland heb ik vernomen, klopt dat? Ja, klopt. We hebben ook een vestiging in Duitsland. Volgens mij gaan jullie daar ook nog langs. Ook dat klopt, ja. Ja, we hebben vrijwel dezelfde dienstverlening, maar ja, wel in een ander land. En we zijn ook nog actief in België. Ja. Contact met de verzekerde vanuit België onderhouden we hier vanuit Grotebroek. Ah, oké. Okay. Hey, en wat doe jij zoal op deze locatie? Ik ben acceptant. Dat houdt in dat ik verzekeringsaanvragen van begin tot eind behandel. Dus een aanvraag komt binnen bij mij of een van mijn collega's. We beoordelen de aanvraag, accepteren, tussentijds wijzigen. En achteraf beëindigen we de verzekering. Klinkt als een leuke taak. Kijk, ja. Wel divers of niet? Ja, inderdaad. Klopt. Ja. Ja. Okay. Merel, hoe draagt wat jullie hier allemaal doen bij aan de missie van Bovemij? Waar wij voor willen zorgen is dat de eindconsument zorgeloos fietsplezier kan hebben. En ja, dat doen we door onze betrouwbare oplossingen. Ja, oké. En met hoeveel mensen doen jullie dat? Met zo'n 45 hier op kantoor. 45, oké. We zeiden het al even, het is een hele mooie locatie hier bij Enra. Maar wat is er zo bijzonder aan deze locatie? Ja, wat eigenlijk zo bijzonder is, is dat het een oud vrouwenklooster is geweest. We zitten nu in de kapel van het oude klooster. In die kapel die gebruiken we nu als vergaderruimte. En soms ook als bar voor informele activiteiten met collega's. Ja. En bij dat soort activiteiten nodigen we ook onze collega's van Duitsland uit. Ah ja, oké. Okay. Dus op die manier onderhoud je ook een hele goede band dan. Ja, precies. Merel, we hadden het zojuist al even over jouw baan. Heel divers vaak gekend, superleuk. Maar wat maakt in zijn algemeen zo tof om voor Enra te werken? Ja, wat ik zo fijn vind aan Bovemij en Enra is dat ze openstaan voor verandering. Dus zie je iets waarvan je denkt, nou het kan beter, makkelijker of sneller, geef het aan. En waar mogelijk wordt jouw verbeterde idee geïmplementeerd. Gaaf, dus je hebt echt invloed. Ja, zeker. Ja. Merel, mag ik jou vriendelijk bedanken? Ja, natuurlijk. Okay. Graag gedaan. Dankjewel en tot ziens. Ja, tot ziens. Zo, dat was hem weer. Grotebroek. Ben jij benieuwd waar wij de volgende keer naartoe gaan? Houd dan onze pagina in de gaten. Tot de volgende!